Nou, we zijn eigenlijk een behoorlijk complete passanthaven. Zeker voor een toch relatief kleine passanthaven. We hebben namelijk en sanitair en water en elektra. En eigenlijk de zaken die we nog niet hebben, maar misschien in de toekomst komen, zijn tankvoorzieningen, vuilwatervoorzieningen. En dat is eigenlijk meer iets voor een grotere passantenhaven. Zoals je weet is de trambrug verhoogd afgelopen winter. Die is van ongeveer een doorvaarhoogte van 1,50 meter naar 3,20 meter gegaan. Dat is een redelijk courante maat om behoorlijke boten onderdoor te kunnen laten varen. Helaas was het nog niet zo dat in het plan ook een stukje haven was meegenomen door de gemeente. Wij zijn al een aantal jaar actief op het water en we hebben eigenlijk gezegd van jongens, het is toch wel belangrijk dat er iets komt in die stad. Want anders kunnen die boten wel naar binnen varen, wat de ambitie was van de stad, maar vervolgens nergens aanleggen. Of zodanig krap aanleggen dat we eigenlijk heel snel de binnenstad op slot gooien qua boten. We waren er wel blij mee, want we konden net onder die nieuwe brug door. Ja. En dit geeft ons de gelegenheid om met het vouwfietsje zo de stad te bekijken. En we hebben gisteravond heerlijk tapas gegeten al. Dus nou, wat dat betreft alleen maar pre voor deze gemeente om dit zo netjes in orde te maken. De gemeente heeft gezegd van nou, we leggen dit aan. Wij hebben gezegd we gaan het exploiteren, maar we gaan kijken gedurende dit seizoen en het volgende seizoen van wat komt er nou aan reacties vanuit die passanten. Hè? Moet de haven groter, kleiner, moeten er andere faciliteiten? Dus wij verzamelen ook een heleboel gegevens voor die gemeente om eigenlijk de perfecte haven te creëren. Ik kom oorspronkelijk uit Breda, het Boeimeer. En toen we hier aankwamen varen, van die kant af, dan zie je gelijk al de grote toren. En dan is het echt een gevoel van thuiskomen.